Zo, goedemorgen. We zijn alweer. Goedemorgen, Matthias. Jij ook? Het is middag, hè? Het ja, is het is eigenlijk alweer middag gewoon. Maar ja, het was ook een lange dag gisteravond. We zijn nu zitten we op de A2. We zijn net gestopt bij de Starbucks. Oh, wacht, we zijn op weg naar Eindhoven. Voor het Gratia Love C&A event. Waar ik vanavond weer wat makeovers ga doen voor prijsvinderissen. Maar we rijden op de A2 en we stoppen voor een koffie bij Starbucks. Die zit bij die Shell nu weer op de A2. En waar ik me altijd over verbaas, ten eerste hoe lang het duurt voordat je koffie hebt. Maar echt gewoon lang. Terwijl er gewoon, er stonden wel 5 mensen achter die koffiemachine. Maar het duurde gewoon lang. Maar het ergste is gewoon dat ze. Ja, nu komt het. Ja, neem eens serieus. Dat ze gewoon je merken expres niet accepteren. Bij een Amerikaans ondernemer. Het is gewoon een Amerikaans bedrijf. En ik ben van de punten sparen. Ik bedoel, en ook met een merk expres kijk ik gewoon frequent flyer miles. Dat ik mijn pinpas weer niet krijg. En ze accepteren gewoon de merk expres niet. Hoe slecht is dat, Matthias? Ik vind het gewoon way beyond. Dus nu smaakt die koffie ook echt wel een stuk minder weer gewoon. Niet zo negatief voor. Ja, maar ik mis gewoon mijn punten, man. Dit was gewoon mijn laatste punt voor Los Angeles of zo. Weet ik veel wat. Ja, daar gaat je kersttripje weer. Maar ja, we gaan in ieder geval leuk naar Eindhoven. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Later. Zo, we zijn in Eindhoven. In Eindhoven. Kijk, Plaza. Maar daar gaan we nu naartoe vanavond. We gaan naar C&A, want daar hebben we gewoon de makeovers van de Gratia winnaressen. Helemaal leuk. Ik heb net al een beetje voorgeshopt. Ik moet zeggen, goede looks. Ik hoop maar dat ze blij zijn vanavond. Maar we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ook vergeet met 62 graden selfie stand weer. Anyway. Sowieso een hele andere collectie wat ze hier hebben. Ja. Dat moet er van mij gezegd worden. Nee, het is niet zo anders. Nou, er is veel meer. Ja, er is meer gewoon. Maar het gaat goed komen gewoon. Ja. Komt goed. Ja. Het wordt helemaal leuk. En je ziet er zo er meer van. Oké, we zijn dus op het styling event voor Gratia Love C&A. En ik heb hier de eerste winnares bij. Wat is je naam? Aniek. Ja. Aniek gaat binnenkort trouwen. Hoe leuk is dat gewoon? Ja. Met wie ga je trouwen, Aniek? Met Tom. Met Tom. Tom Vogelaars. Met Tom Vogelaars. En ze gaat straks haar bruidsjurk passen, maar ze is eerst hier vanavond om een leuke partyfit uit te kiezen eigenlijk. En ze heeft gekozen voor deze korte glitterjurk. Met een paar. Leuk, kom maar hoor. Het beste aan deze glitterjurk is, je kan hem eigenlijk altijd zo voor aan. Je kan hem ook dragen met een paar sneakers of een paar boots eronder, dat maakt allemaal niet uit. Een paar kittige Michael Jackson handschoentjes erbij. Maar het allerbeste aan deze jurk is dat hij maar €19,90 is. En gewoon bij C&A. En de achterkant? En de achterkant is ook nog mooi. Kijk, je hebt ook nog een soort van rug. En ik is een beetje zenuwachtig, daarmee heeft ze allemaal een beetje rode vlekken. En ze is nog niet in de make-up geweest, dat gaat zo nog gebeuren. Maar helemaal leuk. Nou, cool. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. En we gaan de foto's zien in de Gratia. C&A wedstrijd, een makeover, een cocktail makeover. Je naam is? Katrien. Katrien heeft gewonnen, die is helemaal blij. En ik heb haar een soort van Chanel jasje aangegeven. Dat is leuk voor een vintage gevoel. Bondsjaal, cocktailjurk, clutch erbij, een paar sparkelhakken. Helemaal te gek gewoon. En het beste is natuurlijk ook weer de prijs. Want het kost allemaal niet zoveel geld bij elkaar gewoon. Dus ben je een beetje blij mee? Hartstikke leuk. Zou je dit zelf nou ook aan doen? Ja, als ik een speciaal feestje heb zonder huisdieren, kinderen. Je moet je allemaal de deur uit doen. Ja. Huisdieren, kinderen, allemaal niet belangrijk gewoon. Ja, ik vind hier echt helemaal top uitzien. Helemaal goed als je in de kaart. Dankjewel. En dan ga je nu even op de foto. Dit is nummer 3 van de Gratia Love C&A wedstrijd. Wat is jouw naam? Mijn naam is Sylvette. Cool. Zij is ook overgesteld, of heeft een nieuwe make-over gehad voor het partyseizoen. En voor haar hebben we eigenlijk een heel simpel Little Black Dress uitgekozen. En de verrassing zit eigenlijk. Hallo. Ja? De verrassing zit eigenlijk hier op de rug. Die niet heel diep is, maar wel net leuk met die geschulpte randjes. En dat voor €20 weer gewoon. Wat een goede prijs. Maar je houdt een Little Black Dress blijft altijd chic als je hem gewoon met zwart afstelt. Dus zwarte kousen, zwarte tas, zwarte sparkelschoenen en daar gewoon de sport bij. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, hij doet het. Oké. Okay. Nog een prijs voor de rest van de Gratia, hier bij C&A. Wat is jouw naam? Vivian. Jij hebt een hele lange avondjurk aan. Ja. 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 Dat is wel het nadeel van als je alleen moet vloggen weer, dan moet je het zelf doen. Ben je een beetje blij mee? Ja, dat is super leuk. Cool. Ja. Het is ook een hele mooie jurk en ook maar weer €99,90, dus dat is een hele goede prijs. En Vivian is helemaal klaar voor de december feestmaand. Ja, precies. Daarom, ga je veel feesten? Waarschijnlijk ga ik naar Parijs met oud opnieuw. Oh, dat is leuk, dat heb ik ook een keer gedaan. Ja. Dat is echt te gek. Dat is de eerste keer. Gewoon Champs-Élysées.
Ja, super cool. Helemaal zin in. Moeten we wel nog boeken, maar het komt wel goed. Ja, gewoon in de uitstappen gaan, denk ik altijd gewoon. Ja. Alright, dankjewel Vivian. Okay, top. Zo, en ik zei al, kijk, daar staat ze al. Met nog een winnares van de Grazia Lovsena wedstrijd. Wat is je naam? Melissa van Meulen. En Melissa is helemaal omgetoverd met een prachtige koningin in een hele mooie groene jurk. Kijk hoe ver ik kan stretchen met mijn arm. En dan een beetje naar beneden. En dan weer omhoog. Ben je er een beetje blij mee? Ik ben er super blij mee. Cool. Super gave kleur. Ja. Echt een kleur die ik nooit aandoen, maar dat het zeker in mijn kast komt. Maar het staat je juist heel erg goed, dat groen. Ik zou dat misschien zelfs vaker doen. Als ik die jurk aantrek, ziet het er niet zo uit zoals bij jou in ieder geval. Dus, maar je ziet echt prachtig uit. Bedankt voor je tijd ook. En succes met je prijs. Dat weet ik nog. Top. Oh, zo, dat was dat. We zijn klaar, Matt. CNA zit erop op dit moment. Echt. Het was wel superleuk. Leuke winnaressen. Zeker weten. Leuke styling gedaan. Ja, leuk weekend. Misschien moeten we nog wat gaan drinken in Eindhoven of zo. Of ja, dat ligt heel aan jou toch? Hè? Ja, misschien gaan we nog even een drankje doen ergens. Ja. Maar het werk zit erop. Ja. Voor deze week. Een vrije avond. Een vrije avond, ja. Om 21:15 avond. Ik dus, hoe hard we werken. Ik werf, ik zeker. Ja, jij zeker, ja, ik sta er maar wat naast. Jij studeert, jij staat alleen maar een beetje beeldig te zijn de hele dag gewoon. Dus zo kan ik het ook natuurlijk. Rolverdeling, hè? Ja. Ik ben beeldig en jij werkt. Ja, ik doe het geld en jij doet... Ik geef het uit. Ja, jij geeft het uit. Ja, dat is hem. Ja. Alrighty, nou... Ja, doeg. Tot ziens.